Maar deze Matthew Perry, ja, dat is natuurlijk wereldwijd. Want er gaat ook gestemd moeten worden voor mij, voor dan uiteindelijk vlogger van het jaar. Ik ben er echt niet goed van, ik blijf het zo raar vinden. Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Het is vandaag een nieuwe maand, 1 november, en dat is ook Allerheilige. Allerheilige toch? Ik zeg het goed, hè? Want het is ook Allerzielen ergens, morgen dan. Ik heb geen idee. Het is dus een van de twee. Want dat is heel erg dat ik dat niet weet. Het is waarschijnlijk Allerheilige. Ik sta hier in mijn living bij thejamies.be. Het hangt gewoon nog steeds op. Het is alleen een beetje aan het afkomen hier en daar. Maar voor de rest is het nog wel leesbaar. Dus ik zou zeggen, ga even naar die website, stem op mij, nomineer mij. En binnenkort kunnen jullie dan stemmen op mij voor vlogger of voor vlog van het jaar. Dus dat zou heel nice zijn. Maar zoals ik al zei, Allerheilige vandaag. Dus wij gaan zelfs ook de deur uit naar familie. Bo en ik moeten allebei ergens zijn. Ik weet eigenlijk niet of dat wordt gedaan overheen heel België of zo. Of overheen heel Vlaanderen. Ik weet dat er alleszins bij mijn familie zo is dat er op 1 november altijd iets te doen is op Allerheilige. Is dat iets wat bij veel families wordt gedaan? Door afspreken. Bij mij wel. Ja, ik denk dat dat wel bij meerdere families is. Ik denk wel dat dat iets Limburgs is. Iets Limburgs? Is pannenkoeken bakken, op alle reële. Ja. Dat is het eigenlijk, pannenkoeken bakken. Ja, het is gewoon eten en samenkomen met de familie. Het is vandaag wel een stormachtig weertje buiten. En het zal morgen ook enorm hard gaan stormen. Ik zie nu nog wel niet veel beweging, buiten af en toe is een windje. Maar heel benieuwd hoe erg het morgen gaat zijn, de storm. Dus ik ga mijn jas aantrekken, of ja, die heb ik eigenlijk al aan. En dan gaan we de deur uit, want we moesten daar rond de middag zijn. En we hebben vandaag een beetje uitgeslapen, rustig aangedaan. Ik heb ze net de vlog al geëdit, zodat die vandaag wel op tijd online komt, dus dat is nice. En ik was een beetje verloren geraakt op TikTok door al de emotionele edits van Matthew Perry, oftewel Chandler van Friends. Oh, ik kan dat echt niet aan. Zoals ik al zei, ik heb die serie echt al 2 keer uitgekeken of zo. En ja, al die edits zijn zo emotioneel en pijnlijk om te zien. En het nog steeds zo raar eigenlijk. Ik heb daarbij nog 2 mensen gehad en dat was Avicii en Castiop, dat ik daar echt niet goed van was dat die gestorven waren. Maar deze Matthew Perry, ja, dat is natuurlijk wereldwijd. Ja, nieuws. Die was ook wereldwijd bekend. Natuurlijk, ja, het meeste bekend door zijn serie Friends. Of door zijn rol in Friends, moet ik eigenlijk zeggen. Chandler Bing. Waar de meeste mensen die van herkennen. Maar hij wou dus eigenlijk herkend worden. Of nu dus eigenlijk herinnerd worden. Als iemand die mensen helpt. Hij heeft ook een boek geschreven over Friends en over drugsgebruik. Omdat hij heel lang verslaafd was. En nu mensen daarmee wou helpen stoppen. Dus daar wou hij eigenlijk aan herkend worden of aan herinnerd worden nu. Dus ja, wel gewoon echt super erg. Hij was 54, heeft een hartaanval gehad in zijn jacuzzi en is dan verdronken. Dus ja, ik ben er echt niet goed van. Het is al 2 dagen geleden gebeurd en ik ben er nog steeds TikToks van aan het kijken. En ja, ik krijg elke keer kippenvel als ik die TikTok zie. Maar goed, wij gaan de deur uit. En dan gaan we eens vertrekken en ik denk pannenkoeken eten. Ik ben niet zeker wat mijn oma en opa gemaakt hebben, maar ik denk pannenkoeken. We gaan het zien. Ik zag trouwens ook dat Charlie Puth een tribuut had gedaan. Er zijn verschillende artiesten die een tribuut hebben gedaan naar Matthew Perry. Maar deze, holy shit. Maar Charlie Puth had eerst een liedje gezongen van Friends. Van de Rembrandts, of hoe noemt het nu weer? Ik denk dat jullie dat allemaal wel kennen. Deze. Dus eigenlijk gewoon de intro van de serie. Maar dan, dus die had dat op piano gespeeld en dat klonk zo. Heel mooi dus. En dan had hij nog zijn eigen liedje gezongen. Samen met Wiz Khalifa. See You Again. En dat liedje, mensen. Oh. Oké, genoeg emotioneel geweest. We gaan eens uitstappen. Oh, en ik word weer gebeld. Want zoals jullie zien, ik zit hier alleen in de auto. Bo is apart gereden, dus we gaan eens kijken. Maar Bo is er ook natuurlijk weer gewoon bij. Ze is alleen apart gereden. Ja. Want hier zijn ze ook nog naar een andere familie samenkomst. Ja. Hier mag je lachen. Dan gaan we dat zeker doen, hè. Het is heel warm. Nee. Dankjewel. Oh la la, kijk eens. 3 hours later. En we zijn weer lekker thuis. We hebben lekkere pannenkoeken gegeten, we hebben broodjes gegeten, we hebben kaas gegeten, we hebben Ikea-boutjes gegeten, puree.
druiven, een ijsje net nog. We hebben gewoon super veel gegeten. Het was super gezellig. En nu is het alweer donker, terwijl het eigenlijk nog niet eens zo super laat is. Het is gewoon net avond. Ja, ik heb er niet zoveel gefilmd. Eigenlijk bijna niks. Want ja, we zijn met zo'n grote bende, daar is zoveel lawaai, er zijn ook zoveel kinderen bij, dat filmen bijna onmogelijk is daar. We verstaan bijna ons eigen nog niet. Maar het was wel super gezellig met de hele familie natuurlijk weer. Goed gegeten, goed gebabbeld met iedereen. En nu zijn we dus weer thuis. En nu gaan we het gewoon nog even rustig aan doen, denk ik. Want we zijn allebei super moe. Ik weet niet hoe het komt, maar we zijn nog altijd ofwel in een soort chatlag van het uur dat verzet is. Ik heb geen idee, maar we zijn alleszins heel moe. Dus we gaan het rustig aan doen deze avond. Hey, jij daar! Ja, jij daar. Achter je computertje. Heb jij mij al genomineerd voor de Jamies.be? Ik dacht het niet, hè. Ga snel naar de Jamies.be en nomineer mij voor videomaker van het jaar. En hoe je dan precies moet nomineren, dat ziet je hier. Ga gewoon naar de Jamies.be. Vul mijn naam in, BFM, voor videomaker van het jaar. Laten weten hoe oud je bent, dan moet je zelf gewoon even je e-mailadres ingeven. En dan natuurlijk of je nieuws wilt ontvangen over de Jamies en of je een melding wilt krijgen wanneer je moet stemmen voor mij. Want er gaat ook gestemd moeten worden voor mij voor dan uiteindelijk vlogger van het jaar of vlog van het jaar. En zo simpel is het. Gewoon deze stappen volgen en dan hebben jullie mij genomineerd voor videomaker van het jaar. Thanks. Dit bedoel ik dus, mensen. Ik open TikTok en er komt gelijk een edit van Matthew Perry. Check dit even. Allemaal foto's met hem en dan, ja, hij iedere keer in het zwart-wit. Ik ben er echt niet goed van. Ik blijf het zo raar vinden ook. Het is zo, ja, zielig gewoon voor hem op zo'n jonge leeftijd. Had niet mogen gebeuren. Dames en heren, we hebben net nog lekker hier gechilled in de, hoe noemt het weer? Een bed. We zijn om 9 uur in bed komen liggen en dan hebben we gewoon nog even Enzo gekeken. Gewoon even chill. Super nice. Het is nu een uurtje verder. We gaan lekker slapen. Ik heb een lekker warme kruik bij me. Dit is zo, zo chill. Want ja, jullie weten, ik heb altijd koud. En het is natuurlijk winter binnenkort. Dus ja, het is gewoon super gezellig en super warm. Dus dat is echt nice. Dus super blij dat ik die heb. Shout out naar Bo. Oh, en dan is die ook nog eens zo lekker zacht met dit ja, wat er rond zit. Echt nice. Maar goed, wij gaan dus lekker slapen. We checken jullie morgen bij een gloednieuwe vlog. Vrienden, te liken en te reageren en te abonneren. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Ciao!